En over corona gesproken. De bubbel van vijf is gedaan. De premier, dat wordt Alexander De Croo. Dat is wel kut. Ah ja, je suis d'accord. 494 dagen. Dat bijna drie jaar. This is a mess. Als het is negatief is... Dan is het bij CD&V. Als ze zich nog één keer gedragen, zoals gisteravond... Dan komt er een meerderheid van Vlaams Belang en N-VA. Voor ons is dat perfect in orde. Parlementaire Republika. Die ze zouden moeten krijgen. Als je oproept tot verbinding, zou je toch... Hebben we helaas weinig van begrepen. Welkom bij De Preek. Mijn naam is Kaar en de verbinding is verbroken. Wees welgekomen, waarde kinderen van het internet, bij deze gloednieuwe aflevering van De Preek, de Silmarillion van de mainstream media. Normaal gezien spreken we nooit over internationaal nieuws en al zeker niet in het begin. Dus hoe zou het zijn in Amerika? Nee, daar wil ik niet over spreken. We gaan door naar het volgende nieuws. Black lives do not matter. Dat hebt jij gezegd. Ik wil spreken over twee oude mannetjes. Donald Trump versus Joe Biden. En hun intieme gesprekken. De debatten. Omdat ik zo verdomd integer ben, heb ik gans dat debat helemaal bekeken voor een half uurke. Joe Biden kwam wat verward over. 200,000 people that have died on his watch. How many of those have survived? En Trump was verwaand. President Trump did a phenomenal job. Maar hij was niet verwaand genoeg om de moderator echt nooit te laten spreken. I'd like you, Mr. President, I'm the moderator of this debate. And I would like you to let me ask my question and then you can answer. Go ahead. Ga uw gang. Joe Biden vliegt wel op mijn fascio watch, Tim, en wel om deze uitspraak. I am the Democratic Party right now. The platform of the Democratic Party is what I, in fact, approved of. Al bij al is niemand hier slimmer van geworden. Did you use the word smart? Don't ever use the word smart with me. Dus wie beter om hierover te spreken dan Björn Soenes? Alhoewel, het is nieuw dat je zijn naam uitspreekt. Dag, Björn. Allee, Björn. Zeg het een keer. Hoeveel mensen zijn er eigenlijk nog te overtuigen in dat land op de rand van een burgeroorlog? Er zijn er maar 3 tot 10% zwevende kiezers, twijfelaars. Dat is niet genoeg. Trump zal nog 4 jaar regeren. Tenzij... Ook president Trump heeft nu zelf positief getest op COVID-19. Ja, maar ja. Wie zegt dat? Gisteravond laat dan meldde Trump zelf op Twitter de uitslag van zijn test positief. En wij moeten dat geloven? Kunnen we ook helemaal vertrouwen op die informatie? Tja, wie zal het zeggen? Jij zult het zeggen, Björn. Jij bent de Amerika-specialist. En als het echt niet weet, vragen we het aan Tim Verrijden. Het is verweven van de ironie en ze noemen dat shitposting. Niet te veel van geloven, kinderen. Binnen een week is hij genezen en krijgen we te horen dat corona eigenlijk niet zo erg is. Voilà, dit was het segment over Amerika. Goed segment, mannen. That was really a productive segment, wasn't it? The people understand you. Dan keren we langzamerhand terug naar huis. Want in Spanje zijn de robocops nog steeds aan het kloppen op het eigen volk. Eigen volk hier! Wacht uw beurt af, rakkers. We zitten nog maar in Madrid. Deze keer wordt er geprotesteerd tegen de selectieve lockdown in de armere wijken van de stad. Want ook de Spaanse regering zegt blijf in uw kot. Alleen, die regel geldt enkel voor de arme mensen. En hun kot is klein en schimmelig. Dit is niet eerlijk. Velen voelen zich gestigmatiseerd en gediscrimineerd. En terecht, Spanje vliegt ook op de Fascio Watch TM. En nog eens voor de Catalaanse regeringsleider. Gisteren werd hij door het Spaanse Hooggerechtshof opnieuw veroordeeld voor ongehoorzaamheid. Hij was ongehoorzaam omdat hij weigerde een spandoek weg te halen. Een doek met de eis om 9 politieke gevangenen vrij te laten. Die mens verdient dat niet. Maar weet je wat de Spaanse fascisten wel verdienen? Radicale betogers bekogelen de ordendiensten met varkenskoppen. Het probleem is eigenlijk heel simpel. Spanje is geen echt land. Politiek moet daarover een strijd tussen de nationale regering en de regionale overheid. Dus laat de regio's gewoon over zichzelf beschikken. Het is tenslotte een mensenrecht. Dan heb ik nog nieuws over een vaak vergeten minderheid in ons land. De studenten die graag gaan feesten in de cafés in de Overpoortstraat. De Overpoort is open. We kunnen terug gaan feesten. Vreewijs. In de Gentse studentenbuurt liep het maandagavond uit de hand. Tja, meestal loopt het daar uit het strot. Maar als kotschaatsen niet het probleem is, wat dan wel? Te veel jongeren, te weinig mondmaskers. En te veel gezaag. Je kunt immers niet drinken met een mondmasker. En studenten moeten heel veel zuipen, zodat ze niet te slim worden. 3 keer raden welke idioot hier een probleem
probleem van maakt. Als u zich gedraagt zoals gisterenavond, ja, dan noopt u mij, dan verplicht u mij eigenlijk om de overpoort dicht te doen. En jij verplicht mij om u op de fascio-watch te zetten, TM. Maar voorlopig sluit dit verderfelijk straatje niet. Er zijn wel nieuwe regels. Afgescheiden terrassen, niet blijven staan en natuurlijk een mondmasker dragen. Ah ja, want het zijn virustijden. Iedereen zal zich moeten plooien naar het nieuwe normaal. Al wordt dat voortaan iets makkelijker. Vanaf 1 oktober mag iedereen 5 nauwe contacten uitkiezen per maand. Dus als je in een gezin van 5 zit, kom je eigenlijk in contact met 25 mensen. Als dat sympathieke mensen zijn, spreken we over 125. En gaan ze graag fuiven in de overpoort, dan spreken we over minstens 625. Is dat niet raar? Nieuwe versoepelingen komen er net op het moment dat het virus zich weer laat gelden. Maar het virus is nooit geweken. En de verwarring evenmin. 5 vrienden, maar mijn man zijn 5 vrienden. Dan moet jij je 5 nemen en maak ik daar dan geen contact mee hebben. Nee, Chantal. Jij mag geen contact hebben met mijn vrienden. Er is nog een andere versoepeling aangekondigd die mij evenzeer verwart. Ook de quarantaineperiode van 14 dagen voor wie mogelijk besmet is, wordt verkort tot 7 dagen. Ik heb altijd gehoord dat de incubatieperiode hoogstens 14 dagen is. Een quarantaine van 2 weken biedt u 96% zekerheid of de ziekte al dan niet is uitgebroken. Als je slechts 7 dagen opsluit, dan verlaagt je die zekerheid naar 50%. Ik weet dat, want ik kom uit de wiskunde. Ons vettig scholijke raadt u dus aan om de nieuwe regels aan uw laars te lappen. En dat maakt van ons geen academische uitzondering. De universiteiten van Antwerpen en Hasselt roepen hun studenten op om de nieuwe regel rond het aantal nauwe contacten dat we mogen hebben, niet te volgen. En als je mij niet gelooft, kun je het vragen aan de virologen. Maar tot maandagochtend 6 uur hullen ze zich nu in stilte. Helaas is dit weekend al geweest, maar het was wel het beste weekend dat Mark van Rans zijn vrouw ooit heeft gehad. De virologen hadden iets aan te kaarten. Erika Vliegen, Mark van Rans zijn het beu, zeggen ze, dat de politici zich achter hen wegsteken. Nu stelt u misschien de vraag, gold dit ook voor Twitter? Nee, jammer genoeg niet. Mark van Rans heeft zich laten uitdagen door de eindbaas, want zijn partij had een spectaculaire stunt gepland. Ze komen in kolonnes uit alle hoeken van het land. Uit alle hoeken van het land? Ja, zelfs de Waalse blokkers reden naar de Heizel om daar op de parking van mijn vrouw te gaan staan. Naar schatting 5000 auto's zakken af naar parking C. Als de rechtsrakkers ontevreden zijn, zullen ze het wel luidkeels scanderen. Om te protesteren tegen de nieuwe regering. Maar ze waren wat voorbarig, want het duurde nog 5 dagen totdat er een nieuwe regering kwam. Nostradamus had dit te zeggen. We hebben rechts gestemd, we hebben Vlaams gestemd en we krijgen het omgekeerde. En ze had gelijk, want onze gloednieuwe regering is niet paars-groen, nog rooms-blauw of mosterdgeel. Het is... Vivaldi. Ik ben vrij zeker dat dat geen kleur is. Maar ik leid al jaren aan daltonisme. Daarom vroeg ik het aan mijn oftalmoloog. Antonio Vivaldi, dat was een Italiaanse violist en componist. De nieuwe regering heeft zich Vivaldi genoemd omdat het door 4 families samengesteld wordt. En Vivaldi heeft de 4 seizoenen geschreven. Daarom hebben ze dat Vivaldi genoemd. Maar Antonio Vivaldi, dat was ook een ontaarde pastoor die met ressen zat. En die op het einde van zijn carrière in een put begraven is, arm en berooid. En wel, zo gaat de regering eindigen. Want zij hebben 14 neofieten erbij genomen. Dat betekent dat de echte politieke beesten aan de kant blijven en dat die binnenkort in de grootwees zullen gaan. Of Wilmes III. Je zult zien, zo zal het zijn. Ik dank u. Dank u, dokter. Het zal dus geen 4 seizoenen duren. Want er is een groot probleem met deze regering. Vlaanderen stemt rechts tot uiterst rechts, Wallonië links tot uiterst links. Dus de Vlamingen krijgen een linkse regering. Ik moet de hele tijd horen dat het land verdeeld is tussen links en rechts. Maar eigenlijk is dat enkel in Wallonië het geval. Vlaanderen is overduidelijk rechts. Wallonië is verdeeld tussen rood en blauw. En blauw is eigenlijk rechts. Maar een regering is wel mogelijk. Sans nécessairement être majoritaire parmi les députés flamands. En dat is nu net het probleem. Ik heb het
het even visueel voorgesteld, zodat je het kunt zien met uw ogen. Dit is de zetelverdeling van de Vlaamse partijen binnen de Kamer. En de nieuwe regering vertegenwoordigt dit deel van Vlaanderen. Dat is niet geheel ondemocratisch, maar wel geheel onsympathiek. Gelukkig hebben we hier al een oplossing voor. Alexander De Croo dus, die in de wieg gelegd was om op het hoogste politieke niveau van dit land te gaan spelen. Spelen is het juiste woord, Goelde. We kunnen natuurlijk niet over deze premier Appabat spreken zonder het eerst over iemand anders te hebben. Zijn vader natuurlijk, Herman De Croo. De Kamervoorzitter nam zijn kleine Anneke mee naar een receptie. En zo, zegt vader De Croo, kreeg Alexander de politiek met de paplepel binnen. Ik geloof niet in valse profeten en geboren politici. Maar we gaan toch eens kijken welk vlees we eigenlijk in de kuip hebben. Voor eerst, hij kan geen Engels. Talent wins games. But teamwork wins championships. Hij is tevens een enorme slijmbal. Ton engagement, ton travail infatigable, ta volonté de réussir. En na 45 jaar is zijn puberteit nog steeds bezig. Goedemiddag allemaal, welkom hier. Maar in Zuid-Afrika is hij een rockster. Het is niet allemaal slecht. Alexander Trudeau is ook een egalitair. De Croo is een promotor van gendergelijkheid. Een thema dat hij heel belangrijk vindt en waar hij een boek over schrijft. En dat levert deze mooie balans op. 10 vrouwen zijn er, 10 mannen zijn er. Dat is netjes in evenwicht. Ja, vrouwen zijn min of meer de helft van de wereldbevolking. Dus eigenlijk zou dat evident moeten zijn. Terwijl dat eigenlijk geen evidentie is, want hij heeft daar als premier... een transgender aangesteld. Petra de Sutter verkast van het Europees Parlement opnieuw naar het Belgische niveau. Dus eigenlijk zitten er 11 mannen en 9 vrouwen in de regering. Seksisme in de wedstrijd. Iets anders baart mij echte zorgen. He's back, bitches. Met deze historische woorden kondigde het sterke in de vooruit de terugkeer van Frank van den Broeke aan. Ik wist dat hij niet dood was. Hij zat op een eiland met Tupac. Maar helaas gaat het hier niet over de sympathieke cyclist. Het gaat over deze clown. Ik ga niet al te veel grote verklaringen afleggen de eerste dagen. Misschien herkent je hem niet, daarom zal de VRT uw geheugen opfrissen. Frank van den Broeke is een sos. Die 10 jaar geleden ongeveer door zijn eigen partij opzij is geschoven. Maar dat is niet de echte reden waarom hij berucht is. De Augusta-affaire heeft haar eerste politieke slachtoffer gemaakt. Minister van Buitenlandse Zaken Frank van den Broeke heeft vanavond ontslag genomen. In de jaren 90 hebben de sossen smeergeld gekregen om defecte Italiaanse helikopters te kopen. Dat was dom van Frank, maar toch zei de VRT dit. En hij staat bekend als een zeer intelligent man. Als je dom bent, doe je er best aan om te zwijgen en de mensen in het ongewisse te laten. Want als je spreekt, zult je alle twijfel wegnemen. Is geld verbranden? Vindt u dat toegestaan? Wat moet je anders doen? Is dat om te beginnen wettelijk toegestaan? Daar heb ik geen flauw idee van. De lakmoestest voor beschaving is hun omgang met de zwakkeren van de maatschappij. En wij hebben net een overrijpe fraudeur geïnstalleerd voor volksgezondheid. Deze regering trekt op niets. Afbreken, dat is gemakkelijk. Ik ben hier per tang al een hele week aan bezig. Maar het brengt ons nergens. Misschien wil ik nergens met u naartoe. Je hebt uw afrit al 5 keer gemist. Om af te sluiten op een iets positievere noot, gaan we live naar Riyad Bari. Want hij heeft een goede mop te vertellen. Dat we hier een beetje achtervolgd worden door activisten van Extinction Rebellion die een zaak willen bepleiten over het klimaat. Overal waar we staan achtervolgen ze ons. Ja, dat zijn lastige mannetjes. Maar had jij geen goede mop over Koen Geens? Hij heeft er over nagedacht de voorbije weken. Het is even lastig, want ik word heel zwaar afgeleid. Pak een tuinslang en sproeit ze weg. Excuseer, ik heb jullie gevraagd. Jullie mochten hier staan, maar geen lawaai maken was de afspraak. Jullie storen hoe wij ons werk doen. Dit kan niet. Zouden jullie alstublieft gewoon stil willen zijn? Dank u. Daarom zijt jij de meest sympathieke reporter. Ik had al lang de flikken gebeld. Maar Riyad moest er eerst nog iets van het hart. On commence à faire notre boulot et vous commencez à crier comme des connards. Pas de respect pour notre boulot comme journaliste. En dit respectloze krapul woog zelfs op zijn journalistieke integriteit. Als ik de volgende keer een reportage wil komen maken over jullie, hè, als je weer jij die soort de bêtises sur vous. C'est vraiment dégueulasse que vous faites. Het was al niet gemakkelijk met Storm Odette. De geluiden die we vandaag opvingen van die onderhandelingen waren zeer positieve geluiden. En Riyad zelf kreeg geen positieve geluiden te horen.
Gelukkig kregen we een happy end. Wat hebben we vandaag geleerd? 1. Trump doet een lachaard en geneest binnen de 2 weken van corona. 2. De crow is een BCBG. We willen hem niet, weg ermee. 3. Extinction Rebellion zou ook beter een weekendje zwijgen. Hartelijk dank om alweer te kijken naar dit verward showke. Abonneer en deel deze video. Aan 5000 abonnees doe ik een face reveal. Ik zie u graag een volgende keer terug en ik laat u nog met de wijze woorden van de beste première die we ooit hebben gehad. Dit werk moet nog gemaakt worden.